Vrienden, kijk hem staan daar. Geweldige pet op. Regie blinken met pet. Ja. 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 En geen lullige pet. Hoe is het, man? Ja, gaat goed, Harry. Alles prima. Ondanks alle problemen en pandemie en van alles wat er gebeurt. Ja. Gaat het toch goed. Ik blijf positief. Ja, waar moeten we beginnen als we het hebben over Feyenoord? Dat mag jij zeggen, Harry. Ja, nou, ik veel. Ik heb ze gezien tegen PEC. Nou, daar word ik niet vrolijk van, hoor. Nee. En jij en ik, wij hebben toch een Feyenoord hartje. Wat moeten we daarmee? Ja, nee, het is op dit moment qua voetbal is het niet wat je zou willen. Dan ben je wel heel voorzichtig, Regie. Ja, dat ben ik ook. Houd je cameraatje stil, goed zo. Ja. Dank. Ja. Qua voetbal is het niet wat je zou willen. Nee. Maar als ik naar de resultaten kijk, Harry, dan ben ik niet helemaal ontevreden als ik heel eerlijk ben. Nee, dat begrijp ik. Want hoe is het mogelijk dat ze tweede staan? Hoe kan dat, jongen? Ja, dat kan als je dus resultaatvoetbal speelt. Oh, dat is het woord. Ja, yeah, dat is het woord, ja. Hebben jullie hem gehoord, jongens? Regie Blinken heeft het over resultaatvoetbal. Ja. En daar hebben we mee te maken. Ja, nee, maar Harry, als ik nou heel eerlijk ben, hè, ik wist wel dat je mij ongeveer deze kant op zou praten. Maar als je nou heel eerlijk bent en je kijkt naar de verschillen tussen de twee ploegen. Ja. Je kijkt naar de begroting. Je kijkt naar hoe geweldig goed Ajax is, wat iedereen zegt dan, hè, tenminste. Ja. En dan kijk je naar Feyenoord. Hoe is het dan mogelijk dat er in het puntenverschil zo weinig verschil zit? Dat is waar ik over na heb zitten denken. Oh, jij gooit hem de andere kant op. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Oeh, ik weet het niet, hoor. Ja, ho. Ik heb ja, laat ik niet ook last van nadenken in één keer, ja. Ja. Ho, ik heb zet je mij erg op het verkeerde been, hoor. Kijk, Harry, ik heb in de jaren 90 heb ik tegen Feyenoord gespeeld. Of sorry, tegen Ajax gespeeld. Ja. En als ik dan tegen Ajax speelde, dan speelde ik tegen wereldtoppers. Een Seedorf, een Rijkaard. Dat waren allemaal wereldtoppers. Nou, ik weet niet of er nu ook wereldtoppers daar spelen. Maar ik zie een Feyenoord op dit moment, wat gewoon 3 punten achter staat. Ja. Nou, dan vind ik niet dat daar zo'n heel kabaal gemaakt moet worden over hoe goed Ajax wel niet is. En hoe slecht Feyenoord wel niet is. Want ik kijk naar de punten. En daarom zeg ik resultaatvoetbal. Oké. Okay. Ja, wat een prachtige uitleg, vrienden. Heb je hem gehoord? En die smile erbij alleen al. Dus dat maakt het alweer helemaal goed. Ja. Ja. Maar luister eens even goed. Ik wil met jou even het volgende nog bespreken. Ja. Hoe is het nou mogelijk dat Feyenoord, die koopt dus een beertje uit Argentinië. Of die huren ze, weet ik veel. Die komt in de... Kijk, ja. Nou, die kan er dus heel weinig van. Die heeft ook de snelheid van een begrafenisstoet. Dat weet jij. Ja, nee, vind jij hem rap? Nee. Dat is geen familie van Speedy Gonzales, hoor. Nee. Nee. Ja. Klopt. Dus, nou. Hoe is het nou mogelijk dat een club als VVV... Die hebben een of andere souvlaki, een of andere shiitake figuur. Die hebben ze voor 2 ton gekocht. Daar in, hoppa, in Griekenland. En die schopt er 16 in. Ja. Hoe kan dat nou? Hoe zit dat nou met die scouting bij Feyenoord? Nou ja, de scouting is volgens mij druk bezig. Ja. Met het zoeken naar de juiste spelers. Hoe kan dat nou, Regie Blinken? Dat VVV zo'n vogel heeft en Feyenoord, die komt met zo'n trage Argentijn aan. Ja, nee, ik begrijp wat je zegt. Ik begrijp wat je zegt, Harry. En ik had ook liever Giacomakis bij Feyenoord. Goed, jij weet al hoe het heet. Nou, ja. Regie Blinken. Nou... Ik had ook liever Giacomakis bij Feyenoord gezien. Alleen, als Giacomakis bij Feyenoord had gespeeld, had hij dan dezelfde prestatie kunnen leveren. Met de druk die er is om bij Feyenoord te spelen. Bij VVV kan je lekker een wedstrijdje verliezen. Hey, hallo, nee, ho. Ja? Je moet het
het hier omdraaien, Regie Blinker. Hij speelt bij een club die met 13-0 is ingemaakt door Ajax. Die club die komt bijna niet over de middenlijn. Die spelen elke wedstrijd achteruit. En die gozer presteert het dan nog om een 16 te maken. Snap hoor. Denken. Als hij bij Feyenoord had gespeeld en hij is veel meer in de 16 gekomen, schopt hij ze er ook in voor je. Daar ga ik niet tegen in. Dat zou ik maar niet doen. Nee. Luister eens even goed dan. Wat gaan we doen? Zondag. Ajax Feyenoord. Hoe gaat dat gebeuren? Ja, het wordt een titanenstrijd in die zin. Ik hoop op zoveel spektakel als wat ik bij Ajax PSV heb gezien. Ja. Dat is één. Ja. En twee, denk ik dat als Feyenoord door de eerste 20 minuten heen komt. Ja. Zonder te veel schade en kleerscheuren, sorry. Ja, ja. Dan denk ik dat je een mooie wedstrijd te zien krijgt. Ik denk dat Ajax wel meteen de bovenop vliegt. Ja. Ja. En dan moet je als Feyenoord stand houden. De verdediging bij Feyenoord staat wat mij betreft prima. Het middenveld staat wat mij betreft ook goed. En de voorhoede zou iets beter kunnen. Maar als je hem omdraait, dan zie ik de achterhoede bij Ajax. Nou, daar liggen wel mogelijkheden. Oké. Hoe zie jij het eindigen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, wat wil je? Wil je een voorspelling waarvan ik zeg... Een reële voorspelling, die wil ik. Een reële voorspelling? Ja. Want ik neig naar een gelijkspel. Oké, dat mag. Hoeveel? Ik neig naar een gelijkspel met 4 doelpunten. Dus dat wordt... Kun jij dat uitrekenen? Ja, 2-2. Je kan net... Juist. Ja. Ik heb net mijn Mulo afgemaakt. Maar het zou mij niet verbazen als de thuisploeg toch 3 punten krijgt. Nou. Het zou mij niet verbazen. Goed. En dan zou jij denken dat Ajax een kleine overwinning behaalt. Ja. Goed, dat is dan wat denk ik denk. Zoiets aan 2-1 of 1-0. Of... Ja, die eerste, die 2-1 ben ik een beetje bang voor. En ik zeg ook eerlijk, op het moment toen ik hoorde dat Sebastian Haller naar Ajax ging. Ja. Toen het eerste wat in mijn hoofd opkwam was, dat was wel een probleem. Kijk, oké, dus. Maar goed, je hebt nou 2 uitslagen gegeven, dat kan niet. Ik bedoel 2-2 en een kleine overwinning voor Ajax. Je moet kiezen uiteindelijk, Regie. Daar gaan we. 2-2. Oh, je blijft bij 2-2 dan? Absoluut. Oké. Nou, wat gaan we nog tegen de aanhang van Feyenoord zeggen? De aanhang van Feyenoord moet de spelers wat mij betreft blijven steunen. Ja. En blijven geloven in het systeem wat advocaat met deze jongens aan het doen is. Ja. En we hebben gewoon, volgens mij hebben we gewoon 35 punten. En dat gaan er nog veel meer worden. Blijf ze gewoon steunen. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat we gaan verrassen dit seizoen. Kijk, goed. Nou, positieve woorden. Altijd positief, Harry. Zo is het, Regie. Nou, dankjewel. Okay. We gaan elkaar groeten. Neem je petje even af, zo. Hoep, hap, ja, kijk. Ja. Dag. Dag Harry. Dag. Doei.